ziet er goed uit. Er is wat hoge bewolking. Dat kan de thermiek in eerste instantie wat tegenhouden. En wat houdt die thermiek in? Thermiek is opstijgende lucht. Ja, zeg maar opstijgende luchtstromen waar het vliegtuig dan invliegt. Dus dan ga je automatisch omhoog. Het geeft een vrij gevoel en het is op zich boeiend om met de thermiek omhoog te gaan. Volgens mij moeten we even bukken voor een vleugel die er aankomt. Dan moet ik van mijn kruisje af. Ja. We pakken hem weer op. Ik mag zo meteen bij u in het vliegtuig stappen. Ja. Waar moet ik rekening mee houden? Wat moet ik weten voordat we gaan vliegen? Ja, wat je moet weten, ja, je mag eigenlijk niks doen als je achterin zit. Dus je mag nergens aanzitten. Ik mag alleen maar genieten vandaag. Ja, dat klopt. En wij worden nu naar het vliegtuig gebracht? Ja, naar de plek waar de vliegtuigen gaan opstijgen. En is het veilig? Ja, dat is hartstikke veilig. Nee, je hoeft je geen zorgen te maken. Je bent nog niet zenuwachtig, hoor. Nee, het valt mee, hoor. Dat zullen we straks zien. Een spannend klusje. Ja. Is goed voor de conditie. Ik ben nu de kabels aan het uitrollen, dat wil zeggen de voorloopstukken en de chutes. Als een gouden kabel loskomt van de lier, dan gaat hij aan een parachute naar beneden voor de veiligheid. Je gaat de lucht in, instappen, vastmaken met de riemen. Dan wordt de kabel, die is inmiddels uitgetrokken, en die wordt dan aangehaakt aan het vliegtuig. Dan wordt op de lichtwagen een sein gegeven dat we kunnen vertrekken. Dan wordt vervolgens de kabel strak getrokken. En als die strak is, dan wordt er vol gas gegeven op de lier. En dan gaan we omhoog.